Ik denk dat het belangrijkste is om een soort van totaal ervaring neer te zetten. Echt een belevenis op het moment dat je hier binnenkomt lopen. Dat je niet precies meteen al weet van, ja, wat gebeurt er eigenlijk, maar dat het wel meteen al heel goed voelt. Het begon met dat wij ieder jaar een interdisciplinair project binnen de Fontys Hogeschool voor de Kunst hebben. De realiteit waar wij als dansers in leven is dat het publiek niet meer per se naar de theaters komt. Dat is al jaren aan de gang. En ik een soort van overtuigd ben dat we ook het publiek moeten opzoeken. En bij Fontys is er een traditie van publiek opzoeken op straat of een in een club. Dat is een toegepaste vorm van dans en in een club komen visuals en muziek op een perfecte manier eigenlijk bij elkaar. Ik zit op de dansacademie, ik ben vierdejaars student en wij hebben een 8 choreografen geweest van buitenschool die met ons verschillende stukken hebben gemaakt. Dus we dansen ongeveer 3 stukken in de nacht per persoon en die gaan we optreden. Ik ben van Artcode en wij zijn er eigenlijk voor om een soort van ervaring neer te zetten en dat mensen echt in de wereld van ons feest komen eigenlijk. We hebben proef gedraaid in Paradiso in Amsterdam en in Superfactory. Nou, dat was waanzinnig. En dan merk je het verschil tussen, in mijn geval dan bij de Artcode studenten, je bereidt het thuis voor in je studiootje en je denkt van nou dan komt het allemaal wel goed. Maar hier moet je het echt doen. En hier staat er ineens een danser en je hoort ineens muziek. En ja, daar sta je met je visuals. En thuis is dat heel veilig. Maar hier moet je. We hebben een soort van combinatie van echt een clubavond. Dus we hebben gewoon deep house, we hebben gewoon een DJ, we hebben gave lichten. Maar daar komen de mensen voor. En uiteindelijk hebben ze dan ook nog een dansvoorstelling waar ze misschien niet in eerste geval eigenlijk verwacht hadden. Ja, iets wat ze niet verwacht hadden, een culturele ervaring. Ja. We zitten niet op ons artistieke eiland. We zijn van nu. En nu worden alle disciplines gemixt. Overal, altijd. Alle kunstvormen vinden. Het is zo essentieel om dat te leren. Ja. Ik denk dat we daar zeker gebruik van moeten maken. En dat het ook een manier is om jeugd nu iets met kunst te kennis te laten maken. Want ze gaan niet zo snel naar het museum of naar een tentoonstelling of een voorstelling. Maar naar een dancefeest komen ze wel.
En je staat echt met, ik denk, meer dan één been ook in het beroepenveld. Ik denk dat dat voor een student super goed is.